Deze nieuwsuitzending, die heb ik heel goed voorbereid. Dus dan maak je Tieten maar nat. En hij is ook ongelooflijk politiek correct, dus maak je geen zorgen. Vrouwen noemen we ook wijven. Dat is politiek correct. Hè? Wife, op zijn Engels namelijk. Ja, het gaat over het getal van het beest, of het getal van de mens, of 666. Daar is wat mee aan de hand. Dat is geen geintje. Nou, heel kort maak ik even reclame voor Alan Watts en Jörg Liesman. Die links naar de mensen hun werk, die staan hieronder. Ja, breng een bezoekje. Oh, een uurtje of 10, 20, 30. Ja. Verspreid over zoveel maanden. Deze mannen die publiceren meer dan wekelijks. Dagelijks wil ik niet zeggen. We hebben ook een stilte momentje, maar zeker eens per week. Dan staat er weer wat nieuws. En Jörg Liesman die doet drietalig, dus dan kan je lekker kiezen. Kan je je Duits? Ja, dan luister je naar de Duitse. Kan je Nederlands? Nou, dan luister je naar de Nederlandse. En die doet Jörg met mij. Als ik hem betrap op een uitzending in het Hollands zonder dat hij mij heeft meegevraagd, dan word ik jaloers. En nu moet Jörg lachen. Ja, dat weet ik wel. Met Jörg heb ik ook heel erg veel gelachen, by the way. Als je Jörg wil leren kennen, dat is een hele mooie. En dan moet je even zoeken op YouTube. Dan doe je dan Niels en Perry, dat is mijn voornaam. P-E-R-R-Y. Griekse I op het einde. En dan Niels, Perry. Ik zou zeggen, ja, doe maar. Want, doe maar Jörg Liesman. En dan Jörg, nou dat zie je hieronder hoe dat staat. Hè. Ja, en dan doe je erbij humor. Ik denk dat je hem dan wel vindt hoor. En anders moet je op mijn kanaal, die staat er ook bij, moet je even scrollen. Je vindt hem wel. Het is ergens uitzending 273 of zo. Er zit er eentje bij, jongen. Je bescheurt je gewoon. En Alan Watt wordt ook steeds vrolijker. Dus dat is ook prima om te luisteren. En op het kanaal van Jörg Liesman vind je ook video's van interviews met Alan Watt. En Bill Cooper ook. Prima. Nou, als ik zo even fantaseer, je hebt een of andere klotenbaan of je van die kutkinderen. En dan denk je van ja, nou is het even tijd voor mijn eigen. Dan pak je een tentje in en je neemt een fles water mee. En je zegt tegen je kinderen, papa moet iets heel ingewikkelds gaan doen. Ja, die is 3 dagen weg. Want daarna kom ik weer terug. Ja, dan ga je gewoon illegaal kamperen op de Hoge Veluwe, homo. Dan denk je dat dat niet kan. Een tentje met schutkleuren, ja. Oh ja, vergeet geen ding als playpapier moet je wel hebben. Ah, een mens scheidt 1 keer per dag, dus we hebben het over. Dan laat je een donatie achter. Op de Hoge Veluwe. Want dank u wel voor het toestaan van mijn aanwezigheid. En hier is de vergoeding. Gewoon een stronthoopjes. Hoppakee. Even een beetje omgraven. Een mooi schepje moet je hebben. Ja. Voldoende water. Een mountainbike om even naar de supermarkt te rijden. Maar die mountainbike moet je wel weer goed verbergen in de bossen. Ja. Misschien maar gewoon wandelschoenen. Ja, lekker in je tentje. Met een fles pasties. Of wat je maar lekker vindt. En luisteren. Gewoon luisteren.
Niet dat geoude hoer van al die mensen. Maar waar zijn mijn schoenen? Waar zijn mijn sleutels? En ik ben in Arkoos. En oh, is het al zo laat? En hoe komt het dat de klok niet is bijgesteld? Want het is geen zomertijd meer. En dan moet ik alles hier altijd alleen doen. Dat gezeik. Ja, daar wil je toch een keer vanaf zijn. Lekker naar Alan Watt en Jörg Liesman luisteren. Nou, wij gaan het hebben over het getal van het beest. 666. Het getal van de mens. Ik heb nu geen zin om de King James erbij te pakken. Maar dat ga je maar lekker zelf doen. En lees het even goed na. Er staat zoiets van the number of the beast is 600, 666. Being the number of man. Zoiets. Die kanonieke tekst, de King James, daar is iedereen het over eens. Hè? De King James, dat is de consensus in het Engels. Daar is iedereen het over eens. Ja, de New King James Version, of de de NIV, de New International Version. En al die andere Bijbels. En laat maar zitten. Dat is wel leuk. Maar dat zijn covers. Huh? Ik zat laatst met mijn dochter in de auto. De auto was van mijn vriend. Mijn vriend zat achter het stuur. En die duwt de cd van Nirvana erin. Die eerste, heet toch, In Utero? Dat betekent in de baarmoeder. Uterus is baarmoeder. In utero. Ja, daar heeft die man wel over nagedacht. Kurt Cobain. Hè. En mijn dochter die zat achterin. En die cd stond echt wel goed verstaanbaar hard. Hè? Direct vroeg later nog aan mij van moet de muziek, mag die wel zo hard? Ik zeg, homo, het is jouw auto. Ik had hem als chauffeur ingehuurd voor een familieklusje. Want die lul had het mij ook geflikt, doordat hij een tweede kerstdag had in Oosterwijk. Waar hij een beetje tegenop zag en dat hij dacht van, nou, ik heb wat hulptroepen nodig. En volgens mij kan Terry wel voor een vrolijke noot zorgen. Ik had hem perfect in de gaten. Zo. Maar goed, voor wat, hoort wat. Hè? Dus nou moest hij mee. Maar ik begreep ook wel dat het een vergeldingsactie was van mijn kant. Hè. We hebben gelachen, jongen. Nou, zijn mijn dochter die zit achterin en die hoort zo die eerste noten van tada. Tadaa. Nou, maar dat is dat nummer heet toch? Het is gebaseerd op, ja, het gaat over een parfum. En dat parfum, dat heette toen Teen Spirit. Dus een nummer gaat over een parfum. Tadaa. Nou, dan komen de eerste vijf noten komen door de speakers. En dat goed te verstaan. Hè. Zegt mijn dochter op de achterbank, is dit het origineel? Ik zei ja. Oh, zei mijn vriend Dirk, dat heb je snel gehoord. Ik denk, ja. Dat hoor je toch gelijk. Man. He, er is ook een van Pink Floyd. The Dark Side of the Moon. Dat was toen een ongelofelijke hit. Nou, die hebben ze omgezet in reggae. Daar hebben mijn zielige oren en mijn vermoeide hersenen de hele tijd naar moeten luisteren, terwijl ik alleen maar een jenever wilde drinken.
Er zijn covers. En ik ben niet voor 100% tegen covers, want er is een nummer van Jimmy Cliff. Hoe heette dat nou alweer? En dat is gecoverd door Joe Jackson. Nou, ik heb het origineel gehoord. En ik... Wauw, wat een goede cover. Dat nummer nou alweer. Hij gaat nou niet opzoeken. Ik kan ze opzoeken op internet. Ik ben ook geen lopende bibliotheek. Want zelfs nu ik dus een laptop heb, denk ik, ja, ik hoef het ook helemaal niet meer te zijn. Ik zoek alles op. Ik heb er veel op gedanst. Het was goed ritmisch, man. En die uitvoering van Joe Jackson, die kikt. En die is alleen maar gedistribueerd via een single. Die zat niet eens op een van zijn... Ah, misschien op een verzamel, wat dingen zo. En voor de rest, alle covers kunnen me reet op. Oh, je hebt die cover van Frans Duits, van André Hazes. Je denkt maar dat je alles mag van mij. En ik denk dat die uitvoering van Frans Duits en zijn team beter is dan het origineel. Ik heb het origineel van André Hazes nooit gehoord. Ik denk dat dat een teleurstelling wordt. Want die uitvoering van Frans Duits van dat nummer, die rockt, man. Je denkt me dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Wat ben ik toch dom dat ik hier wacht. En wachten doe ik steeds, elke dag. Je denkt me dat je alles... Nou, Frans-Duits is een mooie zang. De accordeon werkt erin, geniaal. Dan heb je het gehad met covers. Nou, zo is het met de Bijbel ook. De NKJV, de New King James Version, dat is een cover. Ja, kijk, het was dan ook zo. In 1611 was er een consensus en die heeft vet veel geld gekost. En nou, bloed, zweet en tranen mag ik wel zeggen, want de katholieke kerk die zat ons in de nek te hegen. En gelukkig hadden we die aardige koning Jacobus. En die zei, nou, ik hou de hitte wel even uit de keuken. Gaan jullie wel lekker consensus maken. En ja, dat was al onderhevige druk van de katholieke kerk dat het allemaal plaatsvond. Ja, en waarschijnlijk zitten daar dan, ja, dat denken wij dan, dat je dat nou mag verbeteren. Nee, dat moet je met de King James niet doen. In het Nederlands hebben wij de Statenvertaling. En dat is het. Er is een discrepantie over het ingewikkelde verhaal van Kain en Abel. Waarbij Kain die slacht Abel. Hij vermoordt hem. Abel was, ja, hij was landbouw, hij was veeteler. Abel was de veeteler. Hij heeft een veeteler vermoord. Kain. Dus, hè. Ingewikkeld verhaal. De Bijbel is een, het is volksmetafysica. Het vertelt middels mythen wat er gebeurd is. En wat er zal gebeuren. Dat is een mooie uitspraak van resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat is apert onwaar. Het enige wat een beeld biedt op de toekomst is een zorgvuldige samenvatting van het verleden.
Ik weet nog dat ik een keer met een vriend, Wilfred Plomp heette die. En zijn ouders waren gescheiden. En ja, ik had het ook. De officiële scheiding zou nog een tijdje duren. Maar bij mij thuis was ook ongelooflijk veel gezeik. Nou, zijn vader was pleiter. En zijn moeder had geld. Dat besef ik mij nu achteraf. Hè. Je moeder had poen. En Wilfred, die had de mooiste spijkerbroeken. En ik liep in dat HEMA-materiaal van de mislukte zending of zo. Ja, niet modieus. En hij had een zeilboot. Het heette een piraatje. Het is een heel handig, leuk bakkie. Ik weet niet waar je tegenwoordig nog kan zeilen. Maar Amstelveen heeft heel veel waterpartijen. Heet dat de Westeinderplas of zo? Zoiets. Dat is een eindje fietsen. 8 à 10 kilometer fietsen. Bij hem. Toen naar die haven toe. En het regende. En dat was niet erg. Dat maakte mij niet uit. Van water smelt je niet. Of zo was dat toch. Ja. Maar het woei niet. Er was helemaal geen wind. En toen zei Wilfred tegen mij. Ja, kijk, zolang het blijft regenen. Gaat het niet waaien? En als het gaat waaien, dan stopt het met regenen. Want zo is het. Het kan niet waaien en regenen tegelijkertijd onder deze condities. De wind moet opkomen. Als je geen wind hebt, kan je niet zeilen. Dat zijn de resultaten uit het verleden. En die bieden jou een beeld op de toekomst. En dan kan je een verstandige beslissing nemen. En die verstandige beslissing was dat ik tegen Wilfred zei van nou. Dan ga ik net zo lief naar huis en dan ga ik dat doen. En dan kom ik volgende keer alweer een keer terug. Of ik ben nog even bij Wilfred blijven spelen. Net zolang tot het niet meer regende. En dan op huis aan. Kan ik ook gedaan hebben. Ja, de resultaten uit het verleden. Dat is juist het beeld. Wat de toekomst je biedt of zo. Hè? Goed kijken naar wat er gebeurd is. En daarbij is het belangrijk dat je kijkt naar dat wat er goed gebeurd is. Dan kan je afvragen, wat is er fout gegaan? En dan kan je hooguit angstig van worden. Maar wat is er goed gegaan? Nou, wat er goed gegaan is, dat is de koning Jacobus vertaling. Tezamen met de Statenvertaling. Oké, nu de discrepantie met Kain en Abel. Waar, er zit een. Ik heb het met Jurk. Want de NBG-vertaling. De NBG is een cover. Van de Statenvertaling. Maar daar gaat het helemaal niet om. Wat is er mis met het origineel? Ik ga toch echt niet Teen Spirit van Nirvana coveren? Ja, maf. Showing off to impress the girls. Kijk, ik kan ook Nirvana spelen. Ja, nee homo, je hebt helemaal geen zelfmoord gepleegd, dus je bent Kurt Cobain niet. Dus je kan helemaal geen Nirvana spelen. Dat moet je niet doen. Ik ken een liedje van Bob Dylan. Ja, punt 1, hij heette helemaal geen Bob Dylan, hij heette Ronald Zuckerberg of zo. Marx, hij had een Joodse naam. Bob Dylan was. Had ik mezelf. Maar Bob Dylan is Bob Dylan. Ja. Maar om nummers van Bob Dylan te gaan coveren. Halleluja, prijs de Heer niet.
Halleluja. Dat moet ik niet doen, man. How many roads must a man walk? Bijvoorbeeld een nummer van de Beatles, dat ga je ook niet coveren. En je moet niet luisteren naar de Beatles, dat is allemaal onzin. Maar dan nog, je gaat het niet coveren. Ja, weg maar. Gewoon het origineel opzetten. Er wordt er ook gezegd, God is a DJ. Namelijk heel, ja, die heet de Faithless, is dat. Dat is de band. God is a DJ. Toch of niet? Dat zit ik naar mijn fout. Ja, je hebt die originele. En daar doe je het mee. En natuurlijk mag je tussen de schuifdeuren, heet het dan. Hè? Met mijn dochter heb ik... Ja, was er een of andere, hoe moet je dat nou zeggen? De familie wil bij elkaar komen en ik vind dat positief. En ik maak me dan zorgen over het aantal uren. Want ik heb me wat uren doorgebracht op banken van familiedingen. En dan was ik de puntjes in het plafond aan het tellen. En maar wachten. Ik kom zelf veel in café de wacht. Nou, je kan zeggen, iedereen is daar aan het wachten. Maar dan mag je ook... Ja, maar op een verjaardag wordt er dan geacht dat je heel erg blij bent... dat je een kwartier mag wachten op een stukje gebak... wat je alleen maar opeet uit beleefdheid. Bilk. Kijk, en op zoiets, je zit in zo'n misère. Je weet dat je hele zondag is naar de kloten. Dat we 's morgens vroeg opstaan, want we gaan eerst wandelen door de huppeltjepups, want de lammetjes zijn geboren, zodat we allemaal kunnen kijken naar welk lamsvlees we zo dadelijk op gaan eten. Ja, dan... Dan doe je covers. Om een feestje te verluchten. Natuurlijk. Ik zou het niet durven. Ik heb één keer heb ik een. Was ik bij mijn schoonouders. Mijn schoonvader was jarig. Hè? En ik had allemaal spullen bij me. Want ik moest 's avonds een huiskameroptreden gaan geven. En toen ben ik de compressor vergeten. Oh, wat erg. Een mini PA hadden we. Dat was heel schattig hoor. Hele kleine spulletjes. Dus. En de gastheer die had alleen maar die had tegen mij gezegd: nou, wil je spelen? Nou, dat is goed, joh, dat wil ik wel doen. Hè. Ja, kom maar langs. En niks voor gehad hoor. Nou ja, gratis drinken, worstjes, kaas. En ja, een hele hoop buren, kennissen. Dat was toch wel leuk. En een pokken en draaien natuurlijk. Is dat helemaal in IJsselstein? Nee. Wel, IJsselstein. Maar daar in de buurt. Ik ben nog fout gereden ook. Ja, en vlak voordat ik dan wegging, want die mensen die er waren, die zeiden van, nou, wat ga je denn doen dan? Ik zei, nou, ik ga even spelen. Ik heb een afspraak, dus ik moet eerder weg. En het was allemaal geregeld, hoor. De moeder van mijn kind, dat zou... Ze zouden blijven slapen of zo. Ja. Oh, maar wij willen dat wel horen. Ik dacht, ja, waarom niet? Ik haal wat spulletjes uit mijn auto. Klak, 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 klak. En ik begin dan het mooie nummer... Alle wijsheid ten spijt. Ja. De compositie is... Ik heb daar een beetje aan lopen friemelen. Ik heb hem ook omgezet nog een keer. Een andere toonsoort. En toen zei Gert tegen mij... van dat moet je niet doen. Hou het nou hetzelfde. Okay. Nou, dan speel ik dus zo'n autochtoon nummer. Gewoon van mijn eigen. Geen cover. Nee, maar ja, maar af. Dan heb ik op zitten puzzelen, man. Met een potloodje. Van een A. En dan weer oefenen. Ja, dat moet nu doen. Er zit een mooie... Ja, is echt erg mooi. Van E groot naar G groot. Ja, dan moet je maar durven.
Want in E groot zit een Gies. En in G groot, daar zit een G. Dus heb je een halve toon verschil. Maar dan die teksten. Oh, 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 oh. Daar moet je ook helemaal geen jota aan veranderen, by the way. Zo. Alle wijsheid ten spijt. Met de jaren kwam alleen de eenzaamheid. Als Wim T. Schippers dit hoort, dan wordt hij ter plekke jaloers. Dan zou hij willen dat hij dat zelf had geschreven. Ja, dan zit ik dat te zingen. En die mensen zo van... Ja, maar dit is helemaal geen leuk liedje. Ja, bij wijze van spreken dan, hè? Ik zeg, nee, is het ook helemaal niet voor bedoeld. Zeg, dit is wat ik ga spelen. Hollands klaaglied. Ja, dus André Hazes is dat toch ook? Hè? Je denkt maar dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Ja. Wat ben ik toch stom dat ik hier wacht? En wachten doe ik steeds... Elke nacht. Vieze vuile hoer. De originelen, daar gaat het over. En op een feestje, natuurlijk mag je dan een kuffertje doen. Om de saaiigheid te doorbreken. En speel dan vooral een liedje wat iedereen kent. Met mijn dochter heb ik Golden Brown gedaan. Van de Stranglers, Hugh Cornwell. Golden brown, texture like sun. En mijn dochter die kan zingen als een nachtegaal. En ik voor haar de teksten netjes uitgeprinterd. Zij wilde natuurlijk niet. Ja, nee, ik heb plankenkoers. Ik zeg, ja, homo, stel je niet zo aan. Is in mijn woonkamer, man. Zingen, zolang het nog kan. Hebben we Golden Brown gedaan. Prachtig. Ja, dat is heel erg leuk. Maar voor de rest covers dus niet. Hè? Covers van de Bijbel niet. En de Statenvertaling. Nou, voor zover we gekomen. De NBG is discutabel. Maar de Statenvertaling, maar tot nu toe niet. Je hebt dat, en de issue dus met Kain en Abel, is dat nadat Kain Abel heeft afgeslacht, heeft de veeteler vermoord. Ja. Dan staat er in de King James... Dat Kain tegen God zegt... En dan moet ik het goed doen. Maar dat is wel lastig, hè, met die discrepanties. Voor mij in de King James... Het gaat... helemaal stotteren. Ik heb nu geen zin om het erbij te pakken. Ik doe dat uit vrije pols. Losse pols. Maar Kain dan zegt tegen God... Want Kain was weggevlucht. En God zegt... Wow, ik zie alles. Dan is de ene interpretatie, mijn zonde is te groot om u onder ogen te zien. Hè? En die andere is, mijn straf is te groot. Dat is de discrepantie die er zit tussen de NBG en de King James. En de Statenvertaling volgens mij ook, hoor. Maar daar kan je dan even over nadenken. Niet een reden tot paniek, snap je? Kijk, een woord als techniek... dat had vroeger een heel andere betekenis. Als het tegen iemand gezegd werd van... hij is technicus... Hè? Dan was hij een kunstenaar. En tegenwoordig heet een technicus een of andere sukkel met een
Ja, een soldeerbout en een lange baard. Vroeger betekende technicus iets heel anders. Goed dat wij dat taalbesef, de respect voor onze voorvaderen. Nou, de King James van 1611, die is leidend. Dat is de Bijbel. En de rest, dat zijn covers. Waarin de essentie verloren gaat. Namelijk de essentie van het moment dat King James, koning Jacobus, de eerste van Engeland, de opdracht gaf, de fiducie gaf, om dat boek wat die Babyloniërs in beslag genomen hadden. Even één seconde, ik doe het heel kort. Hallo, Pat. Ja, ik ben nu even heel druk, dus ja. Oké, ik heb je gisteravond €5 geleend. En nu wil je nog een tientje lenen aan. Ja, is goed. Nee, dat is oké. Ja, maak je geen zorgen. Ik bel even, ja? Dan krijg je van mij een tientje. Ja? Ja, dan spreken we af bij ergens wat. Zoals, ja. Ik moet toch nog even de deur uit. Ja, doei. Hoi. Dat was Patrick. Patrick heb ik gisteravond een King James gegeven. Daar was hij erg blij mee. En die gaat hij bestuderen. Kijk, we hebben het hier over de King James, de Bijbel. En de officiële publicatie in het Engels, in 1611 is dat gebeurd. Met de hete adem van de katholieke kerk in de nek van de Angelsaksische protestanten. Iets wat wij helemaal verleerd zijn, hè, om te protesteren. Als wij gaan protesteren, lopen we met spandoeken over straat. En een beetje herrie lopen maken. Einde! Oorlog! Einde! En een herrie door het geven, man. Dan krijgen ze ook nog politiebescherming. Ja, dit zuig ik niet uit mijn duim. Einde! Oorlog! Einde! Oorlog! En ik, ja, oorlog met wie? Ik heb helemaal geen oorlog. Er is geen oorlog op deze aarde. Er is een oorlog in de hemel. De aarde is vredig. Per definitie. Heeft Arthur Schopenhauer bewezen. Dat je dat even in de gaten houdt. Ja. Ik weet niet precies waar het staat in de Bijbel. Maar er wordt gesproken in de King James over a war between principalities. Een oorlog tussen principes. Daar gaat het om. Ik heb dit best lange verhaal gehouden, hè, tot nu toe. Alleen ter onderbouwing van het onderwerp wat in de titel staat. En er staat zoiets, ik weet het nog niet precies. Het getal van de mens, het getal van de beest. Het beest.
De mens en het beest. En 666. Want daar is iets mee aan de hand. Of je nou de Statenvertaling pakt of de King James. Er staat hetzelfde over the number of the beast. Getal van het beest. Het laat zich makkelijk vertalen in het Nederlands. Ik ben erachter gekomen dat je vanuit de metafysische hoek, de metalogische hoek, kom je tot een inzicht waarin het duidelijk is dat dingen zijn. Dan zie je dat er geen oorlog is op deze aarde. Er is een oorlog tussen gedachten. Ja, Joden, die hebben zichzelf vergast. En ja, die zijn slecht. Dan moet je niet denken dat ik nu uit mijn nek lul. Nee. Dit wordt gezegd. Letterlijk. Wat wordt gezegd. En dan wordt er ook nog gezegd, er zijn helemaal geen Joden vergast. Nou, ik denk dat er wel Joden zijn vergast. Niet 6 miljoen, maar die zijn wel vergast. Op een of andere manier. Neem het begrip regen. Ja, wat houdt dat eigenlijk in? Motregen, stortregen, warme regen. Regen waar je op zit te wachten. Regen die je niet wil, omdat de was buiten hangt. Regen, dat is een rekbaar begrip. Vergassing ook. Er zijn Joden vergast. En waarom iedere keer de Joden? Je hebt zo'n anti-Jood station, dat heet Red Eyes Creations. Dat is echt regelrechte antisemieten. En wie doet er wat dan? Helemaal niks. Nee, het zijn white nationalists. En die moeten dan in de lucht blijven. Want ja, wij staan op voor het blanke. Want wij zijn zelf... ik ben Hendrik Palmgren. En ik heb het graag over UFO's en geheime ruimteprogramma's. Ik heb laatst nog even gekeken naar een zending van zijn vrouw. En die heeft dan een apart kanaal. Want zij is geboren op 14 maart. Ja, 14 maart. Pi Day. 3-14. Weet ze nou, Lara. Maar ze heeft wel de eigen naam. En ze is Russisch. Je zit lekker mee te zaken. Het zijn de Joden. Oh, het zijn allemaal de Joden. Ja, de Joden hebben 9-11 gedaan. Nee, homo, dat is helemaal niet waar. Dat kan helemaal niet. Want wie is er nou Jood? Als je het Oude Testament erbij pakt. Hè? Als we het toch hebben over Zionisme of Joden of whatever. Hè? Je pakt het Oude Testament erbij. Wat staat daar in het boek Daniël? Dat begrip, en dat is het volk Gods. Dat is niet iets met DNA. Het volk Gods... Dat is het volk met een consensus. En
Ja, en dan kan je in die hoedanigheid, je hebt allemaal die consensus, natuurlijk kan je afspreken. En dat willen die vrouwen natuurlijk. Ja, maar dan moeten we wel met elkaar komen. En ja, dat is ook leuk. En ook een speeltuin erbij voor de kinderen. En lijkt me, dan maak ik de thee. En als jij dan de koekjes bakt. En dan gaat Joris, die gaat wat voorlezen. Dat heet de kerk. Dat heet de samenkomst. Van het volk Gods. En hoe vaak je dat doet, ja, dat ligt eraan. Hey, als je in Finland woont en het gaat sneeuwen en dan iedere zondag naar de kerk, dat lijkt mij zo goed als onhaalbaar, hoor. Snap je? Natuurlijk mag je naar een kerk, mag je samenkomen en doe wat leuks voor de kinderen. Arthur Schopenhauer heeft gezegd, kinderen onder de 13 per definitie, in essentie, niet confronteren met metafysica. Waarmee hij bedoelde, mensen komen eerst door de puberteit heen. Dan worden ze seksueel bewust of zo. En er gebeurt er ook van alles in je hoofd. En je denkt, oh, zit het zo? En daarom zeggen mensen ook, pubers zijn moeilijk. Pubers zijn helemaal niet moeilijk. Jij was een kutouder en toen je puber in de puberteit kwam, kwam hij erachter. En toen dacht hij, fuck you. Oh, hij is zo moeilijk. Je moet wachten tot die puberteit. En niet alle pubers zijn moeilijk. Mijn dochter was helemaal geen moeilijke puber. Ik heb geen last gehad van haar. Wel een paar keer dat ze een opmerking maakte. Dan zei ik, weet je wat? Als jij nou eens even 15 minuten lang je mond houdt, dan heeft je oude vader ook een leuke nabiddag. Dat is genoeg. Daarna was ze weer helemaal poeslief. En als ik dan tegen haar zei van, kijk, nu mag je boodschappen doen. Ja. En dan was alles weer pais en vrij. Maar dat is tussen mij en mijn dochter. Mijn dochter weet wel degelijk dat ik haar altijd alle vrijheid heb gegeven. Ik heb dingen, ik heb ingegrepen, dat wel. En dat was terecht. En ik heb haar ook dingen laten doen. En ik denk van, gaan we doen. Ik heb hem met de kop tegen de muur aan laten lopen, hoor. Dus ik denk, maar het is best een leuk verhaal. Ik ben opgegroeid in Amstelveen. En hier in Arnhem heb je niet zoveel waterpartijen. Maar in Amstelveen zaten al die kinderen om die vijvers heen. En vooral in de winter. En over het ijs lopen. En dat stond er regelmatig in het Amstelveense courantje. Of zo. En nou, daar was weer een verdronken kind gevonden. Kortom, zwemles. Ja, en dat hou je dan bij, hè? Dat draag je bij je in je DNA. Dus ik tegen de moeder van mijn kind gezegd van, ik wil met mijn kind naar zwemles. En ze kon er helemaal niet zwemmen. In die zin, ze was toen 3. Maar ik wilde dat ze kennis zou maken met dat water. Dan heb je van die peuteroefeningen. Daar moet je wel voor betalen. Maar... En je moet er helemaal naartoe fietsen met je dochter. Dat is ook nog heel gedoe. En zelf moet je dan ook in een zwembroek. En ik ben ik ben 40 jaar ouder dan mijn dochter. Kan ik ook niks aan doen. Ik met haar in de zwemles. En ze wilde niet met haar hoofd onder het water. Die had hoofd onder water fobie. Ja, inderdaad. Heb ik ook. En we gaan het toch doen. Het is een kwestie van je adem inhouden en je ogen wijd open houden. Mijn dochter krijs als een speenvarken. Maar ik doorzetten, ja, geen gezeik. Hè? Ik heb een missie. Net als met de Blues Brothers. We are on a mission from God. Leuke film trouwens.
Heel grappig. We are on a mission from God. En jij gaat met je kop onder water. Wat is dat nou? Ik moet doorzetten. Nou, en toen kwam het hete issue. Dat was duiken. Want zwemmen, dat had ze inmiddels in de gaten. Ja? Maar nu nog duiken. En toen had mijn dochter voor het eerst gedoken. Ik denk, halleluja, prijs de Heer. En de buurmeisjes, die waren op bezoek. En die hebben zo'n angst. Ja, die moeder van haar was ook zo angstig. Maar die, nou, maakt niet uit. Maar die meisjes die zaten niet op zwemles. Die hadden dat helemaal nooit meegemaakt. En mijn kind zo, ja, kijk, duiken, dat is best makkelijk. Dat gaat als volgt. En ze gaat op het blauwe bankje staan en voordoen hoe je moet gaan duiken. Nou, er lagen wat kussens op de grond. Dat vind ik leuk, hè? Lekker allemaal zitten, lekker op kussens. Er lagen wat kussens op de grond en een tapijtje zat eronder. En die ondergrond, daar waren planken, allemaal hout. En ik zat aan de andere kant van de kamer en ik dacht, wacht, dat kan niet veel kwaad. Mijn dochter was toen 6. Allemaal van die weken flexibele botten. Daar zeg ik niks van. Even kijken wat er gebeurt. Ja. Mijn dochter, ik vertelde dat die anekdote, want ze heeft dat echt gedaan. En daar stond ik een beetje versteld van. Ik denk van, oké, ze gaat voordoen hoe je moet gaan staan. En dan je armen vooruit doen. En ik denk, nou, dit gaat allemaal nog goed. Het is precies zoals het moet. Maar toen nam ze ook de jump. Toen dacht ik, ja, dit had ik aanzien komen. Ja, dat kon gebeuren. Maar dat ze het ook echt deed. Ik was best trots op haar. Ik denk, oh, zo'n meisje. Oh. Nou, ik en mijn dochter hebben verder geen probleem, hoor. Ik zou niet weten waarom. Zij was de boos. Waarom heb je mij niet tegengehouden? Heeft ze ook niet gezegd, trouwens. Maar ik mag het er niet meer over hebben. Ha, 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 ha. Terwijl het juist zo'n leuk evenement was. Een ontzettende kaboom. Maar ze woog toen ook iets van 40 kilo. En ze schoof een eind vooruit. En ze had geen blauwe plekken, geen schuurplekken, helemaal niks. Nee. Ze was wel heel erg verbaasd. Want ja, dat duiken in het zwembad, dat was veel leuker. Oh, wat kan je lachen met kinderen, man. Nou, mijn dochter is momenteel atheïst, zei ze met een serieus gezicht. Oké. Ik heb haar ook een King James gegeven. En zij was totaal teleurgesteld, hè? Ik had haar naar buiten gelokt, weg bij haar moeder. Ik zei, we gaan daar en daar gaan we afspreken. En als je eerder bent dan ik, mag je gelijk bestellen. Ik betaal. Toen ik binnenkwam, toen zat ze er al. En ze drinkt dan iets van rooibos thee of witte thee of weet ik veel wat. Ook een stuk van de opvoeding van mijn dochter wat mij niet gelukt is. Om eraan het zuipen te krijgen. Maar dat hoef je ook niet te verwachten. Het is alleen maar hechting. Dat weet ik ook wel.
Nou, ik geef haar dan. Ik had haar verlokt, dus hè, verleid. Gelokt en verleid. Dat ze een boek zou krijgen van. Ja, 400 jaar oud. Ja, een tekst van 400 jaar oud. Je hebt de Gilgamesh. Dat is een soort Lord of the Rings in die tijden. Dat is ook een oud boek. Maar de Bijbel is ouder. En nou komt de grap. In Genesis 1, het eerste hoofdstuk van het eerste boek van de Bijbel, daarin staat dat op de zesde dag de mens geschapen werd. En die heette Adam. Houd die naam in de gaten. Scheikunde is de kunst van het scheiden van het spul. Je hebt overal spul en scheikunde die scheidt dat. Scheikunde zegt, ja, dit is dit spul, en dat is dat spul, en dat is ja, ander spul, ja. Die spreken over families van spul. Eén familie van spul, dat zijn de edelgassen. Die zijn inert. Dat betekent dat ze niet reageren. Hun constitutie is compleet. Je kan het niet vernietigen. Want die constitutie is compleet. Je hebt zo'n ding, dat heet een neonbuis. En dan gebruik je een edelgas. En dan zet je spanning op. En dat edelgas, dat denkt niks anders dan, oh, spanning. Oké, nou, dan gaan we gloeien. Dan heb je een neonbuis, neonverlichting. Nou, daarboven zit helium. In de familie dan, de familie van de edelgassen. De eerste is helium. En dan krijg je neon en dan krijg je argon, dacht ik. Het zijn de edelgassen. Inert. Niet kapot te krijgen. Nee. Men heeft een rangschikking gemaakt van spul naar het aantal protonen. En dat is gebeurd aan het einde van de 19e eeuw. En wij kennen dat nu nog steeds. Niemand gaat het veranderen. Het lijkt de Bijbel wel. Want zo is het. En een spul wat één proton heeft, dat noemen wij waterstof. Mooie naam. In het Engels is het hydrogen. En hydro is water. Het is de grondstof voor water. Eén proton. En daar hoort dan bij van nature één elektron. Dat is het beginsel. Klopt getalsmatig helemaal. Moet je wel een aantal aannames doen over het aantal elektronen. Elektronen die... Die draaien rondom dat proton. Of die protonen bij waterstof. Waterstof is heel simpel. Het is één proton, één elektron. Elektron draait eromheen. En die afstand, die weten ze ook. Die,
Die kan je meten. Is mij verteld. Het is maar een model, by the way. Je moet niet denken dat het echt zo is. Want hoe het echt is, is hoe het echt is. Dit is een model van de werkelijkheid. Van de fysica. Van de fysiekie. De werkelijkheid. Dan heb je één elektron en het draait om een proton heen. Er kan daar een neutron bij komen. Dat is de derde speler in het gebeuren van de beschrijving van de fysiekie vanuit de scheikunde. Nou, er kan daar een neutron bij komen. Maar dat is instabiel. Want dat neutron heeft niks te doen bij een proton. Dat wordt ook wel, ja, dat heet radio, als je dat hebt, dus je hebt, dat heet deuterium, maar het valt buiten de scheikunde. Dan zit er een elektron bij dat proton en een neutron bij dat proton en dat elektron draait eromheen en het houdt de boel in balans. Want dat proton is net zo positief als dat één elektron negatief is. En dat is alleen in bepaalde banen. Als een elektron te dichtbij bij de kern komt, bij wijze van spreken, dan is die stabiliteit weg. En dan vliegt dat weg. Of gaat te ver of zo. Dat is het model. En dan spreken ze over de eerste baan. De eerste schil. Nee, schil is het woord wat ze gebruiken. De eerste schil, daar passen twee elektronen in. Ja, dan heb je waterstof gehad. Waterstof is qua kern een proton, per definitie, volgens het model. Als daar een neutron bij komt, dan krijg je deuterium. Er kan nog een neutron bij, dat heet tritium. En als je dat waterstof tot water maakt, dan krijg je radioactief water. Want die neutronen, die hebben geen plaats daar. Ze zijn niet nodig. Ze zijn overbodig. Dit is het model. Ik zeg niet dat het zo is. Ik zeg je hoe het model in elkaar zit. Dus die neutronen die zijn bij één proton, zelfs al zijn ze met z'n tweeën, overbodig. En waarom is dat? Nou, dat komt omdat als je twee protonen hebt, dan is er een neutron bij nodig om die protonen met elkaar een beetje te laten harmoniseren. Want twee protonen die stoten elkander af. Een elektron voelt zich aangetrokken tot de kern. Maar twee kernelementen niet. Twee protonen voelen zich niet aangetrokken tot elkaar. En dan komt er een neutron bij, ja, en dan wordt het een ander verhaal. Dan krijg je helium. Dan heb je twee protonen, twee neutronen en twee elektronen. En dat vervult, die elektronen, die vervullen de eerste schil. En de tweede schil, daar kunnen 8 elektronen in. Als je nou 3 protonen hebt, dan heb je 3 neutronen nodig om het stabiel te houden. En dan heb je 3 elektronen nodig om het elektrisch neutraal te maken. Dit is het model. Ik heb dat helemaal niet gezien op YouTube. Ja?
Maar dat is het model. Daar heeft het wat mee, hoor. Dus je hebt dus met één proton, die kan met één elektron in de rondte draaien. Als er een neutron bij komt, nou, dat is alleen maar ja, veroorzaker der radioactiviteit. Dan hebben we die rondzwervende neutronen. Dat moet je helemaal niet hebben. En als je twee protonen hebt, dan moeten er twee neutronen bij. Als je er nou drie hebt, drie protonen, moeten daar drie neutronen bij. Maar waar moet dat elektron gaan zitten? Want de eerste schil, die zit vol. Ja, die moet maar ergens anders gaan zweven. En dat kan. Want er zijn meerdere schillen. Dus dan heb je dat heet lithium. Nummer 3, lithium. Die heeft een elektron in de ronde, helemaal een heel eenzaam elektron. Die zit op de tweede schil. Een beetje in zijn eentje. Hallo, imio. Ja. Lekker spulletje, hoor. Je wordt er hartstikke stoned van. Toch even mag doordenderen, want we hebben over het getal van het beest. Oh, dat gaat een beetje langer uit. Ja, maar je luistert maar gewoon lekker door. Ja, lithium is een mind easing product. Hè. Ja, het is een instabiel. Ja, een poging. En het arme ene elektron zit in de tweede schil. Nou, dan krijg je de volgende, dat is borium. Nou, dan zit er een elektronnetje bij. Dus dan heb je vier protonen, vier neutronen en vier elektronen. Dus dan is die buitenste, ja, die is niet meer alleen. Lekker met z'n tweeën. Dan krijg je de vijfde, dat is beryllium, dacht ik. Ja, borium en beryllium, die draai ik altijd om, hoor. Heb je vijf protonen, vijf neutronen, ja, vijf elektronen, ja, twee in de eerste schil. Dus heb je er drie in de buitenste schil. Ik weet niet wat je daarmee moet. En dan komt de klapper op de vuurpijl. Dat is koolstof. Dat is nummer 6. Die heeft 6 protonen, 6 neutronen. En 6 elektronen. Ja. En heb je ook radioactief koolstof? Dat bestaat er ook. En dan zitten er van die neutronen een beetje. Oh, mogen we ook meedoen? Ja, ten lange leste niet. Dat wordt veroorzaakt door straling, door UVB of whatever. Heb je radioactief koolstof. Maar die overbodige, dat heet C14... Daar komt die koolstofmeting dinges wetenschap vandaan. Blablabla. Dan heb je 2 elektronen te veel. Neutronen, sorry. En die vervallen. Radioactief koolstof vervalt. Ja. En dan kan je ook weten hoe oud het is. Dus jouw lichaam, jij hebt allemaal koolstof. Daar ben je uit opgebouwd, hè. Ja, jij bent radioactief. Er zitten neutronen. Jij bent C14. Yeah. Want je hebt in de zon gelopen. En als jouw lichaam sterft, ze doen de hele meuken, dat overblijfsel van jou in een houten kist en dan lekker onder de grond en met een stuk beton eromheen. Ja, dan kunnen ze later zien hoe oud jij bent. Als ze van jou nu een C14-meting doen, dan zit je sky high. Het is pas na jouw dood dat het begint te zakken. Snap je? Zo. En dat is koolstof. Dat is nummer 6. En daarom staat in Genesis 1...
dat op de zesde dag de mens geschapen werd. En dan weten wij nu, dat heb ik je net uitgelegd, hè? Je kan zeggen, van, ja, dat is toeval. Ja, maar nu wordt hij iets erger. Want in het boek Openbaring wordt gesproken over het getal 666. In de King James staat 666. Ik heb nu geen zin om het letterlijk op te gaan zoeken, maar een score, dat is 20. Wat die Fransozen noemen dat vin. 80, dat is een 80. En dan wordt de factor wat we noemen toeval. Dat kan niet. Dat ga je mij niet wijsmaken. Dit is niet toevallig. Je kan nu volhouden van ja, het periodiek systeem der elementen met het model, het atoommodel van Dalton. Die begon toch met die protonen, neutronen en elektronen. En dat model wordt nog steeds gehanteerd. Waarom denk je dat de halogenen, de chloor, jodium, fluor is de... Dat is er ook zo in. Wauw, man. Dat zou in die dagen bekend zijn geweest. Maar dat hebben ze voor ons verborgen gehouden. En een beetje van achter de gordijnen zo... we vertellen wel van koolstof. En dat er 6 protonen, 6 neutronen, 6 elektronen. Want dat weten zij niet. En wij weten dat wel. En dan gaan we dat nummertje een beetje naar voren duwen. Ik geloof dat niet. Dat lijkt mij heel ingewikkeld, hoor. Om zo te denken over wat je voorvaderen hebben uitgespookt. Als we echt... Sorry dat ik echt zei. Als we het woord van Johannes, wat hij geschreven heeft op Patmos, dat is het jaar 100, het boek Openbaring. Als wij aannemen dat Johannes een soort Milli Vanilli was. Een Wolfgang Amadeus Mozart. Een George Bush. Een Jan-Peter Balkenende. Een Mark Rutte. Dat kan je toch niet doen, man? Dan moet je een hele ruime fantasie hebben. Want die man die zat op Patmos. Die was verbannen. Ja, maar Adolf Hitler heeft ook in de gevangenis gezeten. En het boek van hem, van Mijn Strijd. Is, mijn, ja, dat we allemaal lekker samen zijn. Is een nationaal-socialistisch werk. En dat is geschreven door een jezuïet, hoor. Ja, dat is geschreven door een jezuïet. Heb jij ooit genoeg braakmiddel gehad om Mijn Kampf van kaft tot kaft te lezen? Maar dit kan ik in het Nederlands vinden. En in het Nederlands heet het ook nog Mijn Kampf. Dan moet zijn Mijn Strijd dat er moeten staan. Of Mijn Concentrationslager voor alle Leute. Ja, dat is geschreven door een jezuïet. Het boek Openbaring niet. Dat is geschreven door Johannes op Patmos.
Ja, maar mijn eigen ouders vind ik ook niet te vertrouwen. Dus dan denk ik ook, de ouders van mijn ouders was dus ook shitzooi. En nou wat ervoor zit, Perrie, wat jij dan zegt, dat er dan betrouwbare mensen zijn. Ja, ik heb daar niet echt de reden toe, niet echt ervaring toe om dat te erkennen. Ja, dat is jouw probleem, jongen. Mijn vraag aan jou is, waarom staat in het boek Openbaring dat getal 666, zijnde het getal van de mens? Ja? Vind je het spannend? Dan maak ik er nog één. Dat is 666 nummer 2. Ik moet zo de deur uit, want Pat moet een tientje lijnen. Die zal er wel goed voor zijn. Ik ben de bankier van Arnhem. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. En op zijn hamburgers zeg ik tjus. En dag lieverds.